Welkom allemaal bij deze reading. Ik krijg door dat dit bericht van Spirit is. Die mag doorkomen. Dus wat kan jij nog als collectief doen om zaken beter te laten stromen? Dat dingen sneller en of gemakkelijker naar je toe komen, naar je toe stromen. Meer in de flow komen richting je. Ik gebruik daarvoor de Chakra Wisdom orakelkaarten. Dit is de Enchanted Map orakeldek en de Tarot Royale. Fijn dat je kijkt, like, deelt, abonneert, doneert. Neem ook gerust een kijkje op een van mijn andere tarot kanalen. Ik heb er in totaal 4. De andere staan hieronder opgesomd. Doe er je voordeel mee voor nog meer gratis readingen. En daar staat ook het linkje naar mijn website. Mocht je een persoonlijke reading, een rijke healing of contact met overleden dierbaren wensen. Ik kreeg een loslaat energie. Dus het kan zijn dat je het een en ander aan het loslaten bent. Of dat je binnenkort het een en ander mag gaan loslaten. Ook dat zou kunnen. We zitten tenslotte allemaal op verschillende tijdslijnen. Dus voor de een ben je al dingen aan het loslaten. En de ander gaat dat binnenkort komen. Mensen, situatie, dingen die niet meer met je resoneren. Het kan zijn dat jij ook nu vanuit een andere energie. Vanuit bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, meer zelfkennis, meer eigenwaarde, meer gemotiveerdheid, meer geïnspireerdheid, meer vanuit je ware zelf dingen gaat aanpakken, contacten gaat leggen, situaties aangaat. En voordelen gaat geven, dat dat wel werkt en dat je dat gaat inzien. En daardoor kun je ook voor jezelf inschatten waarom het in het verleden niet werkte of waarom het nu wel werkt, omdat je die twee tegenpolen ziet. Ook kan het zijn dat als je zo in die flow zit, dat je heel veel naar je toe trekt. Of dat je heel veel gedaan krijgt, dat je daar nog wat balans in mag krijgen. Waar heb jij aan gewerkt of waar mag jij aan werken? Want tenslotte voor het collectief qua chakras. Ongeduldigheid, als je daar nog mee kampt, mag je dat aanpakken. Maar het kan ook zijn dat je dat hebt geheeld omdat je geduldig bent geweest, waardoor je die wijsheid hebt kunnen krijgen, inzichten hebt kunnen krijgen, die je alleen maar met geduld kunt cultiveren. Je weet dat je iets in diensten van anderen mag doen, dus misschien dat jij in de dienstverlening zit, of alles in de meest brede vorm. Of dat jij gewoon veel meer zorg, veel meer liefde aan jezelf hebt leren geven. Dat je eigenlijk altijd voor anderen klaar stond, maar dat je dat nu hebt geleerd om dat aan jezelf te geven. Wat nog meer? Heb je nog meer aangewerkt of waar mag je aan werken? Dissipating. Geen idee wat dat betekent, maar ik heb het gevoel dat je niet meer door anderen laat afleiden of dat je niet meer in je oor laat fluisteren wat je moet doen of hoe anderen het graag zouden wensen. Maar dat je de kracht hebt om dingen zelf te ondernemen vanuit
jouw overtuiging, vanuit jouw zielsbeleving. Dus je hebt sowieso de keel, de sacrale chakra en de solar plexus aangepakt, of die mag je aanpakken. En dit is de basischakra. Acceptatie. Acceptatie wie jij werkelijk bent. En daardoor heb jij ook meer rust gevonden. Weet je wat goed voor je is. En doe je ook wat voor jou het beste is. Mogen we hier nog meer over weten? Ja, je bent door een transformatie gegaan. Door al deze factoren die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld. Nogmaals, we zitten op verschillende tijdslijnen. En je wordt als het ware opnieuw geboren. Je komt uit je cocon en je bent nu meer die rol aan het oppakken. Of jij mag meer die rol gaan oppakken die jou op je lijf geschreven is. Oftewel vanuit je pure ik. Je ware kompas volgen. Wat verandering gaat veroorzaken met kaart 50. Pardon. Wat mogen wij nog meer weten? Jij volgt nu je eigen weg. Je durft je eigen weg te volgen. Je bent overtuigd ook dat je dat kunt. Je hebt dus zeg maar die leiderschapsrol naar je toe gepakt. Je laat je niet meer allerlei zaken wijsmaken door anderen. Of door de maatschappij, in zijn algemeen, van hoe moeten wij handelen. Nee, je volgt daarin je eigen intuïtie, omdat je meer en meer jezelf durft te zijn. En met de Dragon's Lair, wederom hier weer die transformatie, kaart 19. Denk ik dat je tot de realisatie komt dat je een hele lange periode vast hebt gezeten in een situatie of in meerdere situaties waar geen vooruitgang in kwam. Maar nu, omdat die transformatie heeft plaatsgevonden, of voor sommigen van jullie die staat nog binnenkort vorm te krijgen, dat je nu je eigen kompasje volgt, je eigen intuïtie volgt, je eigen pad daarbij durft te belopen en dat je dus uit die bevroren stilstand komt en dat je als het ware herboren wordt en dat je dus ziet dat dat wat jij nu gaat aanpakken of dat wat jij al die tijd al hebt willen aanpakken, waar je succesvol in hebt willen zijn, maar waar het niet werkte of wat in een lange stilstand heeft gestaan, dat dat nu wel vorm gaat krijgen. Mogen weten over het ongeduld. Daar komt een einde aan of daar heb je korte metten mee gemaakt, een nieuw begin. Je hebt geduld gecultiveerd. Die nieuwe energie, service, dus meer vanuit je natuurlijke zelf, vanuit je kracht, maar ook wetende dat dienstverlening op je lijf geschreven is. Kan zijn dat je daar een nieuwe start in gaat maken. Sowieso vanuit die vernieuwde energie, wat eigenlijk je eigen pure energie is, maar ook dat je misschien letterlijk en figuurlijk een baan in de dienstverlening gaat nemen of krijgen. En dat je weet dat dat het is voor jou. Wat mag ik weten over Dizzy Petting? Je laat dat wat niet meer werkt, laat je los. Het kan ook zijn dat dit te maken heeft, wat ik al zei, omdat je dus je eigen koers gaat varen. Dat je op je werk andere mogelijkheden ziet. Daar waar je eerst vast zat, dat je nu weer losraakt. Omdat je mogelijkheden ziet, omdat je op een andere manier naar zaken kijkt.
En ook niet meer naar anderen luistert, maar daar gewoon je eigen weg in durft te gaan. Wat mag ik weten over acceptance? Jezelf accepteren. En dan kom je dus uit een gevoel van machteloosheid, van dat je geen invloed hebt van het ongrijpbare naar het grijpbare. Hè? Als jij de hele tijd vastzit ergens in, omdat jij niet ziet hoe het werkt of het gevoel hebt dat je maar wat doet, daardoor nu ontwaakt of binnenkort gaat ontwaken. En dat je dan jezelf accepteert, waardoor je wel, hè, dat je wel begrijpt van hoe het werkt en waarom het toen niet werkte. Hè, meer actief aanwezig zijn in je lichaam. Acceptatie ook wat je voelt. Hè, die intuïtie volgen, die heb jij misschien al die tijd langs je neergelegd en gedaan wat anderen van jou eisten en nu niet meer. Ik ga in de verlenging verder kijken wat met die tweede lijn en wat dat dan concreet voor jou betekent. Als dit jouw reading is, dan zie ik je zo verder en anders bij een volgende reading. Namaste.